Welkom in deze prachtige Steefskerk, het grootste monument van Nijmegen. Het is een oude kerk die gaat terug naar de wijding in 1272 door Albertus Magnus, Albertus de Grote ook wel. Toen was het natuurlijk niet de kerk zoals hij hier staat, dat was hij veel malen kleiner. En in de loop van de eeuwen is de kerk uitgebouwd tot wat hij nu is. Het is een hele prettige omgeving. Je loopt vanuit het centrum van de stad, loop je de kerk in. En dan is dat eigenlijk een oase van rust om even hier rond te kijken. We hebben een prachtige koffiehoek waar mensen met heel veel plezier een kop koffie kunnen drinken. En heel veel bezoekers ervaren het als uitermate prettig om dan even rond te lopen in de Stevenskerk. De kerk is strikt genomen geen kerk meer, in de bedoeling van dat het een puur religieuze functie heeft. Naast diensten die hier nog plaatsvinden, vinden hier alle mogelijke activiteiten plaats. Dat betekent dat er hier concerten plaatsvinden, lezingen worden georganiseerd, manifestaties en beurzen kunnen plaatsvinden, tentoonstellingen, allemaal activiteiten waarvan ik altijd zeg die beter worden omdat ze hier plaatsvinden. Dus de belangrijkste doelstelling is toch vooral open en toegankelijk zijn en ja, het kloppend hart van de stad vormen. Het is niet een gebouw van het verleden, maar het is net zo goed een gebouw van de toekomst. De kerk is met een restauratieslag bezig. In die restauratie nemen wij vooral de verduurzaming mee. We krijgen de kerk warm, dat lukt, maar dat kost ons wel heel vreselijk veel geld om de kerk warm te stoken. Het energieverbruik is hoog. Tienduizenden kubieke meter gas worden hier verstookt elk jaar. Vandaar ook dat de Stevenskerk volop aan de slag is met verduurzaming. Er zijn verschillende uitdagingen die we nog hebben te gaan met de verduurzaming. Het is het glas. Aan de buitenkant zomaar glas ervoor zetten als voorzetglas levert een belangrijke besparing op. De tweede stap is dat we warmtepompen op het dak gaan zetten. Dat moet nog uitgewerkt worden en ook dat is nog een uitdaging. En de laatste uitdaging zit hem vooral dus in dat isoleren van de gewelven, van het houten gewelf en van de stukgewelven. Met name het houten gewelf is een hele complexe opgave. De lekkage via het gewelf is enorm. De wind waait er dwars doorheen en er gaat dus heel veel warmte mee verloren. Er vindt op dit moment een groot onderzoek plaats om ook de houten gewelven te kunnen verduurzamen. Het onderzoek richt zich erop hoe kun je dat luchtverlies tegengaan en anderzijds hoe kun je het isoleren. Dat krijg je opgelost als je een mooi model maakt. Nou, zo'n model is er momenteel gemaakt en daar worden proeven ondernomen. Wordt gekeken wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. En hoe je kunt voorkomen dat je in de toekomst spijt hebt van maatregelen die we nu gaan treffen. Eigenlijk een vraag die voor heel veel kerken geldt en waarvoor geen echt goede oplossing bestaat. Nou, wij proberen in ieder geval daar ook op een innovatieve manier naar te kijken. Door vanuit de situatie zoals die hier is, echt nieuwe manieren te ontwikkelen om ook een zo groot houten gewelf als dit te kunnen verduurzamen. We leven natuurlijk ook in een samenleving waarin verduurzaming niet alleen maar is omdat het geld oplevert, maar ook omdat we gewoon met z'n allen ervoor moeten zorgen dat er minder fossiele brandstoffen worden gebruikt. Dus ook die doelstelling past natuurlijk bij dat we gebouw van de toekomst willen zijn. We willen een voorbeeld zijn dat ook zelfs een monument als dit kan verduurzamen en op die manier kan bijdragen aan het terugdringen van het klimaatprobleem. Voor mij is de Stevenskerk een monument wat al 750 jaar bestaat, maar tegelijkertijd ook een gebouw van nu en een gebouw van de toekomst.
En dat betekent dat we zoeken naar nieuwe manieren van invulling, maar ook nieuwe manieren van beheer, waarin bijvoorbeeld verduurzaming een van de cruciale punten zal zijn.